En de nieuw gekozen SDG en CARICOM jeugdambassadeurs streven naar verbetering van de positie van de Surinaamse jeugd. Dit in CARICOM-verband en ook als het gaat om de duurzame ontwikkelingsdoelen. De vier ambassadeurs zijn zaterdag tijdens een algemene buitengewone vergadering van de Jeugdraad Suriname gekozen en zullen in hun nieuw ambt een veel betere bijdrage leveren aan het welzijn en de verdere ontwikkeling van de Surinaamse jeugd. Zoals het staatsbesluit verklaart, behoren leden van de Jeugdraad Suriname deze ambassadeurs te kiezen. De ambassadeurs hebben een zittingsperiode van 2 jaar. Als SDG-jeugdambassadeur werd Drusella Blinker gekozen als vrouwelijke ambassadeur met 13 stemmen en Amrish Lalsa als mannelijke ambassadeur met 11 stemmen. De CARICOM-jeugdambassadeurs zijn geworden Aranza Swedo met 12 stemmen en Richard Pinas met 9 stemmen. De komende 2 maanden zal het viertal door middel van diverse trainingen worden voorbereid op hun taken, maar ook op de uitdagingen die hen te wachten staan. Zij moeten ook ervoor zorgen dat de energie en creativiteit van jongeren te merken zijn in duurzame ontwikkelingsprocessen. SDG-ambassadeur Blinker en CARICOM-jeugdambassadeur Pinas zeggen het volgende. Verder wil ik me specifiek richten op het verbeteren van de samenwerking tussen NGO's, de overheid en internationale organisaties met betrekking tot hoe de gezondheid en welzijn van onze jongeren. Dit wil ik dus door het incorporeren van evidence-based interventies en levensvaardigheden binnen het onderwijssysteem. Dus het is een van de zaken die voor mij prioriteit geniet. En daarvoor zal ik mij gedurende mijn zittingsperiode daarom sterk maken. Een aspect waarvoor ik me zeker veel meer zal gaan inzetten als ooit tevoren is de strijd tegen de klimaatcrisis. U weet dat wij Caribische landen voorop staan in de klimaatcrisis. Maar we staan ook niet alleen voorop in de strijd, maar we staan ook voorop in het bieden van klimaatoplossingen. Daar praat ik over het promoten van blauwe economische kaders tot het focussen op inclusieve en rechtvaardige transitie naar schone energie. Dus dat is ook een van de gebieden waarvoor ik me zeer zeker sterk voor zal gaan maken. De zaterdag gekozen 4 nieuwe jeugdambassadeurs zullen binnenkort geïnstalleerd worden waarna ze officieel beginnen aan hun 2-jarige zittingstermijn.